Een paar onschuldige olielampjes die brachten heel wat teweeg op Schiphol. Bram? Ja, Nelleke Strijkers, een dame die daarin in doet, laat ik het zo kort zeggen, die heeft die lampjes geïmporteerd, moet ik zeggen, uit Amerika. En voordat ze het wist, werd alles in beslag genomen toen ze eenmaal hier waren en werd zelfs vervolgd. Wat de rechter heeft gezegd, naar aanleiding van het voorkomen, is dat het een artikel is wat geschikt is voor afdreiging. Ik zei ook tegen de rechter, koop een mes bij de blokker. Vele malen goedkoper en vele malen dreigender, in mijn ogen in ieder geval, dan zo'n schattig olielampje. Volgende keer stap ik helemaal bewapend met alles wat ik kan kopen, overal aan wapens naar binnen bij de rechtszaal en zal ik laten zien dat het belachelijk is dat ze me voor dit schattige olielampje hebben veroordeeld. Ja, ik kom nou toevallig zelf heel vaak in die winkel en zij had dit geïmporteerd, allemaal geen probleem. En nu heeft iemand het gekocht, die werd gelijk in de boeien geslagen. Nu zei zij in hoge beroep, ze gaat in hoge beroep. Ja. Dan laat ik allemaal foto's zien van wat er nog meer verkocht wordt. En dit, we hebben daar een DLS van, is een lamp van Philip Stark. Die zie ik overal in Amsterdam in de etalages. Hè. Die wordt nu goed verkocht. Als zij dit soort dingen meeneemt, helpt haar dat in die zaak? Wow. Ja, ik begrijp op zichzelf haar idee wel. Van kijk eens wat er onder die lampenkap zit. Maar er is toch één aanmerkelijk verschil. Als je dit hebt, hè, dan is, je ziet wel dat het een, ja, laat ik zeggen, het is een vergulde granaat. Ja. Maar op het moment dat je hem zwart verft, dan zou het wel eens een hele echte kunnen lijken. Het verschil met die lampen is dat, ja, als je met die lamp de rechtszaal binnenkomt, dan nee, ziet er niet. Ja, maar je knutselt er een beetje af. Kijk, je snijdt die lamp er daar af en je spuit hem zwart. Ja, maar het is waarschijnlijk, maar ik zeg niet dat dat logisch is, maar ik denk dat die rechter heeft geoordeeld hoe tref je hem aan in de winkel. Ja. Als je die lamp zo in die winkel aantreft, denk je, ja, lamp, grappig, een pistool eronder. Maar wordt er dan helemaal geen rekening gehouden met de omstandigheden? Het is een vrouw die ze heeft geïmporteerd. Je ziet, ja, dat er geen. Dan krijgt zij toch een kruisje achter haar naam nu. Ja. Zij kan nu niet naar Amerika. Nee, want waarschijnlijk staat er achter dat kruisje van dat ze in ieder geval, en dat is natuurlijk ook zo, verboden, of dat ze veroordeeld is voor wapen. Maar de rechter weet toch in welke omstandigheden? Ja, maar ben je ook niet een beetje naïef als je dit soort dingen. Dat snap ik zelfs nog. Nou, dit is een olielampje. Ja, maar dit kan je toch zelf namaken? Nee, maar lieve thuis? Schat, heb je hem gevoeld? Ja, dit ik voelt, heb hem gevoeld. Dit is geen plastic ding wat je bij de blokker hebt. Dit is gewoon, dit is een zwaar metalen ding. Ja, maar je zegt toch niet, je komt een bank binnen, zou je even willen voelen, want het is echt net echt. Nou, nee, je staat zo te zwaaien. Dus of je nou een plastic ding in de hand hebt of een zwaar verguld, dat maakt dan toch niks uit. Nee, daarom. Daar moet je het ook niet mee aan boord nemen, dit soort dingen. Klaar, dat is toch idioot? Ja, maar ze worden behandeld als een crimineel, dat vind ik zo gek. Ik begrijp. Maar hoeveel moet je die dame betalen? Nee. Want het is een heel juridisch advies wordt hierin gewonnen. Ja, maar goed, Bram geeft ons hier vaker advies. Dat doe ik wel vaker, ook wel gratis. Kijk. Ik begrijp haar standpunt, helemaal. Zeker voor iemand die niet thuis is in het recht. Maar ik begrijp een rechter ook wel, die zegt van u moet daar een beetje mee opletten. Want het is geschikt en dat zal in het vonnis staan voor afdreiging. Ja.